30 verpleegkundigen uit verschillende gezondheidsinstellingen nemen deel aan de Leadership for Change training. Directeur van het Elsje Vink Sanitair College en hoofdtrainer van de workshop, Angela Walelei Kumbangsila, geeft aan dat deze training speciaal bedoeld is om verpleegkundige leiders en managers klaar te stomen om te kunnen omgaan met de dynamische en complexe situaties binnen de gezondheidszorg. Deze activiteit wordt voor de derde keer gehouden in samenwerking met de International Council of Nurses. U hoort trainer Herman Jinti. Nou, dus de Leadership for Change training is een leiderschapstraining. Het is een training waarbij zeker voor de verpleegkundige sector leidinggevende kwaliteiten, competenties worden bijgebracht aan verpleegkundigen en in dit geval verpleegkundigen en verloskundigen om ze te helpen in de dagelijkse praktijk. En dit jaar gaat het dus om 30 participanten die de training zullen volgen. Er is een criteria aan voorbij gegaan, ze zijn geselecteerd. Waarop is er allemaal gelet? Ja, dus de instellingen hebben instructies gehad om in principe mensen te selecteren die één al in leidinggevende posities zitten of die in de komende tijd in leidinggevende posities zullen stappen. En de instellingen moesten wel ervoor zorgen dat de mensen niet ouder waren dan 55 jaar, omdat ze nog een investering zouden moeten hebben in de instelling. En daarnaast moeten het mensen zijn die natuurlijk bereid zijn hun kennis over te dragen aan de instelling. En het is de derde keer dat deze training plaatsvindt en voor dit jaar nemen er ook verloskundigen deel aan? Ja. Het is de derde keer. Waarom? We hebben in 2013, denk ik, de eerste groep gehad. In 2015 een tweede groep en nu dan een derde groep. En de vraag is waarom verloskundigen nu deelnemen. In principe, verloskundigen zijn voor een groot deel ook verpleegkundigen. Ze hebben eerst hun verpleegkundige opleiding gedaan en dan hun verloskundige opleiding. Dus vandaar het is een investering in verpleegkundig leiderschap in Suriname. Deze training in totaal duurt 2 jaren lang, dus het programma duurt 2 jaren. Natuurlijk hebben we nu de eerste workshop en dan hebben we een tweede workshop. Maar tussen de workshops door hebben de mensen opdrachten die ze moeten uitvoeren. En wij als facilitators die coachen de mensen dan daarin. U bent een van de trainers. Wie zijn de andere trainers? De andere trainer is mevrouw Angèle Walelei, directeur van COVAP. Zij is dus de tweede facilitator van deze training. Wat is het uiteindelijke doel van deze training? Leiderschap ontwikkelen. Want we geloven dat wil je inderdaad veranderingen brengen in de verpleegkundige sector. Wil je verandering brengen in de gezondheidszorg, dan moet je leiders hebben. Je moet mensen hebben die kansen willen nemen, mensen die kansen willen zien en nemen, maar ook mensen die in staat zijn veranderprocessen ter hand te nemen en verder te leiden. En dat vraagt leiderschap. Dat vraagt van ons dat we in de staat inderdaad opstaan, in die hele woelige sector opstaan en in staat zijn veranderingen teweeg te brengen. Wij zijn erg blij dat, en dat heeft net de vertegenwoordiger van de ICN ook gezegd, het is zeker dat de verpleging de afgelopen periode behoorlijk uitdagende periode heeft gehad. En dat het zeker op zijn plaats is dat de ervaringen en andere zaken die zijn meegemaakt meer inzicht hebben gegeven aan leiders, aan verpleegkundigen, om te gaan kijken hoe in de toekomst nog verder gewerkt kan worden aan leiding geven, aan leiderschap binnen de verpleging. De raad heeft uiteraard van verpleging vastgesteld, zoals aangegeven door mevrouw de baas, dat er een dringende behoefte is aan het opleiden van een aantal nieuwe leaders, nieuwe nurse leaders, om het goed te zeggen,
En ik ben blij dat er interesse is getoond, ook vanuit het veld, vanuit de verschillende ziekenhuizen, instellingen, om dit te volgen. We mogen trots zijn dat wij twee trainers hebben die op een professioneel niveau, op een geaccrediteerd niveau, deze training ook te verzorgen. Ik ben erg trots op jullie, de twee trainers. En uiteraard raad ik de deelnemers aan om hier gretig gebruik van te maken, omdat het niet te ieder is gegund om deze trainers in hun land te hebben. Zeker niet in het Caribisch gebied. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en lokale leadership for change trainers is er een verzoek ingediend bij de International Council of Nurses, ICN, om het Leadership for Change programma naar Suriname te halen. LFC-programma's zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de landen waar ze worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door nauwe samenwerking met nationale instituten. Ze stellen deelnemers in staat om inzicht te krijgen in wereldwijde gezondheidsuitdagingen, internationale leiderschapsstijlen te begrijpen en worden eveneens blootgesteld aan en analyseren van verandermanagement in de context van het herontwerpen en transformeren van gezondheidszorgsystemen en gezondheids- en sociaal beleid. Op basis van het succes van de huidige programma's en de methodologie bouwen de LFC-programma's aan een sterker en efficiënter personeelsbestand dat op zijn beurt aanzienlijke voordelen oplevert voor de bevolking die zij dienen. Nurse-leaders kunnen gezondheidsinstituten beïnvloeden. Nurse-leaders kunnen gezondheidsstelsels en systemen beïnvloeden. Het is een vrij nieuwe rol in de gezondheidssector, maar ik ben van mening dat elke persoon een leidende rol binnen de verpleging kan vervullen. Een nurse-leader wordt door mij in staat geacht over de mogelijkheden en de competenties te beschikken om anderen te beïnvloeden en bovenal te motiveren om hun potenties niet te onderschatten, zodat gezamenlijke, ofwel collectieve doelen, dan wel collectieve doelen van de organisatie te gaan behalen. COVID-19, just as Dr. Roswell said, heeft reeds getoond hoe belangrijk leiderschap in de verpleging, in de gezondheidszorg is. Vanwege de snelle veranderende, dynamische gezondheidsomgeving in de COVID-pandemie is er enorm veel leiderschap reeds ontwikkeld. Dus feitelijk kunt u zeggen dat de COVID-19-pandemie bijna al een pre-training is geweest voor de verpleging, niet alleen voor de verpleging, ook voor alle niveaus binnen de gezondheidssector. Denk aan bijvoorbeeld het snel aanpassen van zorgmethodieken, aanpassen van protocollen, het snel kunnen inzetten van technieken zoals telemedicine ofwel videoconference. Nurse-leaders zijn naar mijn mening rolmodellen. Rolmodellen die op een dusdanige professionele wijze in staat geacht moeten worden om inderdaad die verandering te gaan brengen binnen de methodiek, binnen de verpleging. De ICN is uiteraard een non-profit internationale en niet-governementele organisatie, opgericht in 1995 om verpleegkundigen voor te bereiden op de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om organisatorische veranderingen door te voeren, met als doel de verpleegkundige praktijk te verbeteren en betere gezondheidsresultaten te bereiken. Ik ben blij dat dit LFC-programma, waar meer dan 70 landen al hebben deelgenomen, dat dit programma ook in Suriname beschikbaar is. En voor de derde keer. We mogen daar trots op zijn. Veel deelnemers aan deze training hebben belangrijke promoties gekregen en belangrijke initiatieven in hun land mogen leiden. Zo ook in Suriname. Wij zijn, zoals informatie aangegeven, in 2009 toegelaten tot de ICN. En voor de derde keer wordt dit programma gehouden. En met deze training zullen wij in staat zijn verpleegkundige leiders in staat te stellen om als belangrijke spelers aan de beleidstafel te worden opgenomen en de vaardigheden te hebben om veranderingen te beïnvloeden ter verbetering van gezondheidssystemen en gezondheidsresultaten in hun land op lokaal, regionaal en of nationaal niveau. Het ministerie van Volksgezondheid, de Pan American Health Organization en de UNFPA zijn medesponsor van dit programma en het EFS College COVAP zal dit evenement faciliteren. Ik begreep van Ravesu dat er voornemens zijn om een LFC-programma voor de komende 2 jaar uit te voeren.
Te beginnen met een groep van ongeveer 30 deelnemers, hoofdzakelijk verpleegkundigen en verloskundigen, voor dit leiderschapsprogramma. En ik ben blij dat ze komen uit de diverse zorginstellingen, waardoor de boodschap, de kennis die hier vergaard wordt in de training, ook naar alle lijnen binnen de zorg wordt doorgegeven. Mensen, geachte mensen, ik hoop echt dat met deze stap de doelen die we hebben, zojuist hebben neergepend ook behaald worden. En dat de kennis die vergaard wordt inderdaad ook gebruikt wordt in de praktijk. U ziet hier de directeur en mijn persoon. Het geeft aan dat het beleid op dit moment serieus aan het kijken is om verpleegkundigen ook daadwerkelijk te betrekken binnen het beleid. Er is op dit moment alle ontwikkeling gaande waar wij meer en meer verpleegkundigen zien komen richting beleid. En dat is een trend die wij niet moeten onderschatten en zeker moeten omarmen. Dus u mag erop rekenen dat de kennis die vergaard wordt hier, de leadership die hier, de training die hier gegeven wordt, dat uw kwaliteiten niet zullen worden ontkend door het beleid en dat u volledige toegang hebt tot het beleid rakende de gezondheidszorg. Ik wil u alvast heel veel succes wensen en verklaar deze LFC-training voor geopend. Dank u wel. Ik ben verpleegkundige en ook verloskundige. Van welk ziekenhuis? Ik ben van het Diakonessenhuis. En u gaat ook deelnemen aan deze training? Ja, ik ben uitverkoren om deel te nemen en ik vind het een waar genoegen. En ik ga er helemaal voor. Waarom vindt u dit zo'n waar genoegen om deel te nemen aan het programma? Nou, in de afgelopen periode was het werk, de taak van de verpleegkundige bij elk een in de samenleving, maar niet alleen in de samenleving, ook wereldwijd, was echt duidelijk de belangrijke taak en de rol die de verpleegkundigen of de verplegenden in onze samenleving hebben. Want COVID kwam als een bom. We waren er niet goed op voorbereid. En met wat de verpleegkundige in zich heeft, hebben we getoond toch wel COVID te kunnen bieden, zeg maar.